Weet je door zijn kruis? Ja, dat is toch niet. Emma, Lisa. Nee, Joost ook niet. Sorry dat ik zo binnen kon vallen, maar... Nou goed, misschien kunt u me trouwens ook wel helpen. Ik ben op zoek naar mijn kinderen. Ja, wij wonen hier in de buurt en vanmorgen zijn ze met z'n allen naar het bos gegaan op zoek naar een of andere magische poort of zo. Ik weet ook niet precies wat ze bedoelen, maar... Maar goed, het was vanmorgen en ze zijn nog steeds hier terug. Dus ik had eigenlijk gehoopt dat jullie ze misschien zien hadden. Kun je ze gezien? Waar dan? Wat zeg je? Ja, achter het doek. Achter welk doek? Achter dit grote doek? Maar hoe weet je dat als het doek omhoog is? Zeg maar, dat ken je, dit de kleuren van Geert Verhulst toch? Heb je ook raven gezien dan misschien? Want ze gingen namelijk raven achterna, dus als ik weet waar die raven zijn, dan weet ik ook waar ik heen moet. Heeft iemand raven gezien? Ja, jij? Waar? Ook achter het doek. Goh, er zit veel achter het doek vandaag. Heb je wel eens. En hoe kom ik daar het snelst, weet je dat? Dat komt niet. Omlopen, ja, dat is op zich best slim. Nou, ga ik dat doen. Top, dankjewel. Joost, jongens.
gekomen om ons volk te bevrijden van Olaf's onderdrukking. We zijn hier gekomen om ons broertje Joost terug te vinden. Joost? Joost? Thank you.
Thank you.
papa.